rijkdom, hè, is niet van hun, maar ze hebben het gewoon letterlijk gejat. En ik ga gewoon doorgaan met foto's van mijn kinderen te uploaden en te plaatsen. Want als zij dat allemaal niet willen en ik mag mijn kinderen daardoor niet zien, dan ga ik op de duur gewoon naar Zierikzee en naar Hendrik's kinderen. En dan ga ik daar de boel lastig vallen. Van ik blijf mijn kinderen zien. Ik laat mij niet wegjagen bij mijn kinderen. Natuurlijk ga ik nu niet zomaar naar Zierikzee waar de kinderen verblijven en naar Hendrik's kinderen, een dorpje bij Goes. Hè, dat doe ik dan niet. Maar als ik mijn kinderen niet zou mogen zien, omdat ik toch foto's op internet van mijn kinderen blijf plaatsen, dan ben ik wel genoodzaakt om daar naartoe te gaan. En als ik dan gearresteerd word en Shanti wordt dan van me afgepakt, dan hoop ik dat heel veel Nederlanders wakker gaan worden, want Navalny is al dood. Ja, door de president van Rusland. Ik ben niet Navalny, hè, maar... het klopt niet dat ik achter tralies moet gezet worden, terwijl ik een heel lief klein meisje hier heb die in de box veilig is. Ja?